Welkom bij Omnichannel in Verbinding, de podcast van Gebruikers Centraal, waarbij we het hebben over de Omnichannel dienstverlening van de overheid. En het draait bij ons om verbinding. Verbinding tussen overheidsorganisaties, verbinding tussen diensten, verbinding tussen dienstverleningskanalen. Maar natuurlijk ook verbinding hier aan tafel tussen de gasten die ik vandaag heb. En vandaag ga ik het hebben met jullie over de kanaalstrategie. Mijn naam is Willem Pieterson en vandaag heb ik aan tafel Liesbeth Hak, projectmanager Omnichannel hier bij Gebruikers Centraal. En Wolfgang Ebbers, hoogleraar ICT en strategische innovatie in de publieke sector bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En principal adviseur bij PBLQ, onderzoek en adviesbureau. Zoals gezegd, het onderwerp vandaag, de kanaalstrategie. Wat is het, wat betekent het en wat moet je ermee? Om bij het begin te beginnen. Elke overheidsorganisatie gebruikt bijna meerdere kanalen om de diensten aan te bieden. Vaak is er een website, vaak is er een telefoon. Er zijn meestal balies, soms wel meer. We hebben e-mail, formulieren en nog zoveel meer. Kortom, een heel scala aan kanalen waar je iets mee moet. Ja, en dat zul je op de een of andere manier goed moeten gaan inregelen. En daar hebben we vaak een strategie voor, hoe dat allemaal in elkaar hangt. Er zijn organisaties, en daar hebben we ook een plaatje van, die zeggen, laten we vooral click, call, face hanteren als principe. Dat doet ook onze nationale overheid in de digitale strategie, het waardegedreven digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat. Als je kanalen goed op elkaar af wil stemmen, moet je dat click, call, face of click, belcom doen. Maar heel veel andere organisaties doen wat anders. Die zeggen, nou, wij hebben vrije kanaalkeuze. We bieden een aantal kanalen aan en daar moeten we het mee doen. Wat betekent dit? Wat is beter? En hoe doe je dit goed? Daar gaan we het vandaag over hebben. Liesbeth, als projectmanager Omnichannel, ja, zie je een heel scala aan overheidsorganisaties langskomen met hun verschillende uitgangspunten. Wat zie jij zoal in het veld? Goeie vraag. Ik zie dus ook voortbordurend op jouw inleiding heel veel vormen en voorkeuren terugkomen. Je ziet niet één leidraad. Je ziet verschillen tussen gemeenten. Je ziet verschillen tussen uitvoeringsorganisaties, tussen ZBO's, tussen private partijen. Je merkt vooral een groot verschil tussen privaat en publiek. Dat privaat lijkt soms meer directere mogelijkheden te hebben. WhatsApp bijvoorbeeld komt heel vaak aan bod, omdat de consument gewend is tegenwoordig om maar gewoon een vraag te stellen en dan antwoord te krijgen per direct eigenlijk. Terwijl je soms bij gemeentes nog hele processen daaromheen ingericht ziet. Dat verschilt dus enorm. Daar zijn we wel achter gekomen de afgelopen jaren. Het speelveld is complex. Zeker. Ik wil straks heel graag met je doorpraten ook over het verschil tussen de private en de publieke sector, want daar heb je een aantal observaties over. Eerst even naar de wetenschap. Er wordt veel geschreven in de wetenschap over dit soort onderwerpen. En ja, het meest geciteerde artikel in dit vlak is van de hand van professor Dr. Wolfgang Ebbers. Wat kun je ons vertellen over wat nou precies een kanaalstrategie is en waarom dit zo belangrijk is? Ja, even een klein stukje college dan. En dan ga ik het eerst hebben over hoe die kanalen zijn ingericht. En daarna even waarom ze eigenlijk zijn ingericht. En dan heel graag in 2 minuten. Dat gaat in 2 minuten lukken, mijn mini-colleges. Het heeft allemaal te maken met de opkomst van het internet. Netwerktechnologie integreert. En die integrerende kracht, dat zie je eigenlijk al die tijd terugkomen in kanaalstrategieën. Dan kun je grofweg door de tijd heen, door 30, 40 jaar heen, kun je er 4 onderscheiden. We zijn ooit begonnen met een parallele strategie, waarbij er een website was voor een bepaalde doelgroep en aan de achterkant zat 1 organisatie. Dat waren echt kolommen, silo's. En dat noemen we de parallele strategieën. Daarnaast kun je spreken van een vervangingsstrategie. Het ene kanaal is beter dan het andere, laat het maar uitfaseren. Dat hebben we in de jaren 90 heel erg gehad, van de paperless office en dergelijke. In de jaren 10 is opgekomen meer de geïntegreerde strategie. Van hey, kanalen hebben verschillende karakters en moet je eigenlijk voor verschillende doeleinden inzetten. Dat is ook de tijd waaruit dat artikel stamt. En de integratie gaat steeds verder door. En dan komen we op de naadloze integratie met het omnichannel gebeuren als een vervolg op de geïntegreerde strategie. Dat is heel erg het wat. Maar ook het waarom of het hoe, hè? Maar het gaat ook over het wat. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Waarom ben je die strategie aan het inzetten? Ben je het doen voor, zoals in het bedrijfsleven, om aan uitruil van waardes te doen? Of ben je bezig als een overheid om publieke waarden te realiseren, als mensen aan het werk te helpen, sociaal vangnet te bieden? Dat zijn 2 belangrijke onderdelen van een strategie. In dit geval is een multichannel strategie.
Nou, volgens mij was dat binnen 2 minuten. Volgens mij is het gelukt. Okay. Ik ben ook heel erg benieuwd naar je visie op, nou ja, zoals die hiërarchie die we net besproken hadden, klikcafés, klikwelkom, versus organisaties die een vrije kanaalkeuze doen. Wat zijn de voor- en nadelen? En is één nou beter dan het ander? Of ligt het ook hier weer wat genuanceerder? Uiteraard. Wat je beter vindt. Op het moment dat je zegt, ik moet heel erg doen. Ik moet een grote groep verdienen, maar ik moet aan kostenreductie doen. Ik moet heel veel dingen doen. En ik heb niet veel middelen. Dan ligt zo'n hiërarchische structuur als klikwelkom of klikcall, de telefoonvariant aan het einde, ligt heel erg voor de hand. En een andere variant, laat je het wat vrijer of kun je het wat vrijer laten. He, dus het is maar net wat jij van voordeel vindt. Als je zegt, ik wil besparen, maar ik moet een hele grote groep bedienen, dan ligt de eerste strategie heel erg voor de hand. Is de overheid in staat om dit soort keuzes goed te maken? Ik heb het gevoel dat de overheid deze keuzes niet in de bestuurskamer maakt. Ergens in de tactische laag. En daar hoort een strategie eigenlijk niet thuis. Hè? Strategie hoort eigenlijk in de bestuurskamers thuis. Dus als ik hem zo aanvlieg, dan denk ik niet dat een overheid goed in staat is dat te doen. Ik denk niet dat er vanuit het bestuurders wordt nagedacht over wat willen wij eigenlijk met die kanalen. Wat proberen we te bereiken? Wat is onze beleidsopdracht? Wat is onze strategische opdracht? En hoe sluit onze kanaalstrategie daarop aan? Ik denk niet dat daar in veel bestuurskamers zo over nagedacht wordt. En dat de keuzes op een lager niveau worden gemaakt. Dus tactische laag. Liesbeth, jij ziet veel overheidsorganisaties en je komt vaak ook over de vloer bij dit soort organisaties voor de verschillende activiteiten in het project. Hoe zie jij dit? Ben je het hiermee eens? Ik voel er wel wat voor. Ik zou willen dat ik een meer reurend antwoord had, maar wat je ziet is dat in de praktijk mensen kijken toch naar hun eigen praktijk, naar hun eigen behoeften. Dus vanuit de gemeente is het de burger zo goed mogelijk willen bedienen. En dan is heel vaak multichannel nog steeds de standaard. Mm-hmm. Gewoon diverse kanalen naast elkaar open hebben staan. Omdat sommige mensen willen bellen, sommige mensen kijken op de website en sommige komen langs. We zeiden het net al, hè, privaat en publiek is wel verschillend. Omdat je ziet dat in de private sector je reputatie en dus ook return of investment op de efforts die je erop stopt om mensen jouw product of dienst te laten kopen. Ja, daar zit een regelrecht direct belang bij. Dat zie je in de publieke sector een stuk minder. Zou je daarmee dan ook kunnen stellen dat de publieke sector onvoldoende bezig is met strategische doelstellingen en op basis van die doelstellingen volgens een strategie inrichten? Dat zou ik niet zo durven zeggen. Ik weet niet, voorbedurend op je vraag, of het altijd even op de juiste plek gebeurt. En vanuit een centraal perspectief. Wat je wel zou gunnen, denk ik, als je echt een strategie centraal gaat vormgeven vanuit een overzichtsperspectief. Dan kun je de diverse soorten kanalen op elkaar laten aansluiten. Hè. Dat is afhankelijk van wat je wil bereiken, denk ik, het meest wenselijke. Ja. Maar soms wordt het inderdaad verspreid over afdelingen of over teams. Wordt bedacht, dit vinden wij het handigst of dit is voor ons het meest nuttig. Dus dat gaan we doen. Het gebeurt niet overal, maar vaak is het de realiteit, de orde van de dag die bepaalt. Dus een strategie zou meer een strategisch thema moeten zijn. Denk ik wel, ja. Wolfgang, je hebt ons ingeleid in verschillende vormen van kanaalstrategieën. Is dat meer een soort van we gaan mee met de tijd en nu is dit leidend? Of zijn er strategieën die... Nee, eigenlijk komen ze altijd wel op bepaalde momenten weer terug. Neem die bijvoorbeeld die vervangingsstrategie. Eigenlijk zit die verstopt in die plaat die je hier laat zien. Dus die eerste lijn. Je zegt van de ene kanaal is superieur aan het andere, maar kan hem nog net niet uitfaseren. Liefst zou ik er vanaf willen. Dus daar zit echt die neiging om kanalen te vervangen in. En hetzelfde geldt voor parallele strategieën. Die bestaan ook nog steeds. En soms met goede redenen. Als er bij de ministeries ontwikkelafdelingen zijn die in een open source community werken op GitHub. Ja, weet je, dat is ook een kanaal, maar voor een hele specifieke opdracht met een hele specifieke doelgroep. Dus die kanaal of die strategieën die verdwijnen niet zomaar. Juist. Tenzij je er vanuit het bestuur heel erg hard op gaat sturen, maar daar hebben we het net op gehad. Juist. Ja. Maar tegelijkertijd zien we wel dat dat kanaallandschap dat verandert enorm. En het lijkt wel alsof er
steeds meer kanalen bijkomen. Ik weet dat er heel veel organisaties, nou, dat zien we in gemeenteland, druk waren met, zeg maar, chatbots. Nou, daar komt nu weer een nieuwe versie van chatbots aan. Met ChatGPT wordt het allemaal geavanceerder. Wordt gespeeld met augmented en virtual reality. Dus er komen steeds meer kanalen bij. Dat maakt het natuurlijk lastig. Hoe zie jij organisaties helemaal omgaan, Lisbeth? Nou, wat je merkt is dat de community als platform is de plek bij uitstek waar dit soort vragen ook gesteld worden. Mensen zijn zoekende. Je merkt dat over het algemeen maakt het niet uit wie er aan tafel zit. Want we hebben heel veel soorten organisaties aan tafel. Het zijn er 450 inmiddels. Die staan weer representatief voor alle vormen en soorten en maten. Maar iedereen is zoekende. Dus de nieuwsgierigheid is er wel. Maar men weet nog niet zo goed wat ze ermee moeten. En ze krijgen het wel mee vanuit de actuele ontwikkelingen, vanuit de maatschappij. Mm-hmm. Maar hoe dat dan zelf toe te gaan passen, laat staan de vraag, wat mag er allemaal? Is er een wettelijke grondslag voor? Is er een beleid voor? Moeten we ergens aan gaan voldoen? Dat maakt dat mensen wat voorzichtig zijn, maar wel nieuwsgierig. Juist. Ik heb persoonlijk wel eens het gevoel dat er vaak de hype leidend is. Dus een wethouder wil graag een mobiele app, dus we gaan een mobiele app bouwen en dat past niet echt lekker in onze kanaalstrategie als we die al hebben. Weet jij, Wolfgang, of overheidsorganisaties hier beleid om hebben of dat het echt onderdeel is, zou moeten zijn van een kanaalstrategie om na te denken over hoe dit past en hoe je omgaat met nieuwe kanalen? Ik ben geneigd naar het laatste. Dat zouden ze moeten doen. Ik twijfel of ze dat ook echt bewust voortdurend doen, maar ze zouden dat moeten doen. En dan met name, niet zozeer wat betreft die kanaalinrichting, zetten we dat nou in een omnichannel variant of zetten we dat in een geïntegreerde variant of whatsoever. Maar dat je gaat nadenken over wat wil ik eigenlijk bereiken. En trap dan niet in de valkuil dat je het bedrijfsleven na gaat doen, dat bezig is met waardeoverdracht en dat op een zo slik mogelijke, naadloze manier jouw geld in hun portemonnee te zien te krijgen. Nee, je bent bezig met mensen weer aan het werk helpen, ondersteunen bij bepaalde sollicitatiestrategieën. Het tegengaan van de verspreiding van een virus, om maar iets te noemen, vanuit het verleden. Dus dat zijn jouw beleidstaken. En hoe zet je die middelen daarop in en welke kanaalstrategie past daarbij? Dat is iets wat je eigenlijk constant zou moeten doen. En waarvan ik een sterke vermoeden heb dat dat gewoon niet gebeurt. In ieder geval niet in de bestuurskamers. Wat je eigenlijk zegt, vind ik ook wel mooi. Hè? Want je benadrukt ook het belang in zekere zin van een communicatiestrategie. Mm-hmm. Waarvan een overheid, een publieke sector, bij uitstek de taak heeft om te informeren. Voorlichting te geven, informatiecampagnes. Mm-hmm. Zeker wanneer er een vraagstuk leeft waarvan de maatschappij eigenlijk daarin mee moet. Of waarvan verwacht wordt dat men daarin meegaat. Ja. Dat is heel anders zo natuurlijk dan in de private sector. Ja daar liggen belangen anders. En laten we even op die hype springen van ChatGPT. Ik heb de overheid niet nodig om ChatGPT in te zetten om zaken te doen of vragen te stellen aan de overheid. Dat vind ik een gevaarlijke situatie. Okay. Dus het noopt ook. Deze ontwikkeling noopt op dat nadenken. Anders gaan we iets tussen de burger en de overheid inkrijgen waar geen controle over is vanuit het publieke debat en vanuit de politiek. Dan komt er een laag tussen die gemaakt is door mensen aan de andere kant van de grote plas. Om maar eens iets te noemen. Dus je zult als overheid moeten nadenken of je laat het gebeuren. Zijn er überhaupt overheden die daarmee bezig zijn met dit soort vraagstukken? Volgens mij in een eerste aanzet, denk ik. Maar ik denk nog niet dat ze dit al in de gaten hebben. Ik kan het nog niet specifiek in de beleidsdocumenten of in hoofdlijnenakkoorden op dit moment van het aanstaand kabinet ontdekken. Over dat men zich hier al dan niet zorgen over maakt. Of dat men er iets aan wil doen. Men is ermee bezig. Maar ik denk nog niet dat men helemaal doorheeft dat ik die overheid in principe daar helemaal niet voor nodig heb. Ik kan het nu al doen. Ik kan nu al vragen stellen over waar in het Nederlandse fiscaal recht zitten er gaten of mazen waar ik met mijn vermogensconstructies doorheen kan komen. Het zou me niet verbazen dat als ik zo'n vraag stel, en de data worden getraind op de wet en regelgeving van de Nederlandse fiscaliteit, dat ik daar iets interessants in kan ontdekken. Just het feit dat ik het hier verzin, betekent waarschijnlijk dat ze een stuk verderop bij de accountantskantoren het al aan het doen zijn. Ja, dat zou zomaar kunnen.
Wil je iets toevoegen, Lisbeth? Nou, ik zat erover na te denken, want een tijdje geleden in het nieuws was er natuurlijk een situatie over een rechtszaak waarin de betreffende advocaten, begreep ik, ook ChatGPT hadden toegepast voor het schrijven van hun case. Ja. En dat werd achteraf natuurlijk ook wel flink bestraft. Dus je merkt dat dit soort situaties zijn nodig, denk ik, om ook even de juiste gedachten te gaan formuleren van, hey, wat moeten we hier eigenlijk mee? Ja. Dus je weet wel, niet vanuit het perspectief omnichannel, denk ik, nog per se SEC dienstverlening, wel vanuit een ander perspectief, algoritmeregister, wet en regelgeving daaromtrent. Mm-hmm. Daar zitten wel heel veel efforts momenteel op allerlei diverse landelijke initiatieven. Mm-hmm. Dus dat speelt wel. Alleen het zal elkaar op een gegeven moment, denk ik, gaan vinden. In het minst op binnenlandse zaken, denk ik, als landelijke overheid daar wel een centrale rol in speelt. Ik doe het op dit moment voor mijn eigen beoordeling al, dat ik openbare wetteksten, voorstellen, wetsvoorstellen in ChatGPT stop en dan vervolgens in discussie ga met die wettekst. Om na te denken over wat gaat hier goed, wat gaat hier niet goed. En ik krijg daar tot op zekere hoogte best wel zinvolle antwoorden. Ja. Wolfgang, een jaar of 15 geleden was jij erg druk met het programma Kanaal in Balans. Mm-hmm. Waar heel erg nagedacht werd over multichannel dienstverlening. Dus hoe ga je om met je verschillende kanalen? Mm-hmm. Nou, sinds een jaar of 5 hebben we het allemaal over omnichannel. Ja. Dus het moet van multi naar omni. Ja. Waar zit voor jou het verschil tussen die twee? En is omnichannel echt iets nieuws? Of wat betekent het? Ja, ligt aan de definitie. Ga ik weer even terug naar het begin van deze aflevering. Hè? Het stukje college. Ik had het over integratie. Als ik kijk naar welke integrerende werking er van omnichannel management uit kan gaan en ook in het bedrijfsleven al uitgaat, is dat daar wordt geïntegreerd met jou als individu, met jouw gedrag wordt geïntegreerd. Je hebt allerlei gadgets om je heen die data verzamelen en die proberen jouw gedrag te beïnvloeden. Als ik omnichannel management op de lijn van verdere integratie zet, dan zeg ik ja, er is heel veel aan het veranderen. Als je de omnichannel discussie aanvliegt vanuit naadloos klantenbeleving, dan denk ik ja, maar daar zie ik het verschil niet zo tussen een goed geïntegreerde kanaalstrategie, multichannel strategie zoals die vaak wordt genoemd, en de omnichannel strategie. Waarbij ik nogmaals zeg, er is multichannel management en die kent een viertal onderliggende strategieën waarvan omni er eentje is. Integratie, parallel en vervanging. Oké. Okay. Ik zit daar iets anders in, maar daar kunnen we een andere keer over doorpraten. Maar ik ben benieuwd hoe jij erin zit, Lisbeth, want ik zie jou ook. Ja, want ik vind deze interessant. Omdat als ik kijk naar hoe we hem als community nu omarmen, is het ook vanuit het perspectief van de gebruiker. Hè, welk kanaal past nou het beste bij de behoeften van de gebruiker? Mm-hmm. En hoe zorgen we er dan voor vanuit publieke sector, overheidsdienstverlening, mm-hmm. dat we dus mensen includeren. Dus er mag geen uitsluiting plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een ander thema waar we ook aan moeten denken in dit verhaal. Maar ook op een manier dat je zowel off- en online zorgt dat er een goede balans is. Dus het gaat echt in op het organisatieperspectief. Hoe je als organisatie nou kunt zorgen dat je kanalen dus op elkaar zijn afgestemd. Vanuit een overzicht met welke informatie je waar aanbiedt. Ja, ja. Dus dat je zegt op een website, een website is meer het visitekaartje. Ja. Daar hebben we de statische informatie staan. Actualiseren we eens in de zoveel tijd. En dat je zegt voor direct klantcontact gaan we bijvoorbeeld WhatsApp. Of natuurlijk heb je tegenwoordig Signal, een stuk veiliger. Of dat je zegt voor deze specifieke casuïstiek is belverkeer mogelijk. Maar het gaat erom dat je duidelijk maakt welk kanaal met welk doel dan beschikbaar is. Ja. Dus dat stukje duidelijkheid, daar zit wel een grote toegevoegde waarde, denk ik, van omnichannel. Okay. Ja, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Omnichannel en multichannel zijn termen die voor mij niet echt op hetzelfde abstractieniveau zitten. Ja. Ik snap wel dat dat bij anderen niet zo is. En dus ik snap waar deze discussie over gaat. Maar wat ik wel begrijp van je verhaal is dat het ontzettend belangrijk is dat de organisatie gaat nadenken over de keuzes die gemaakt worden rondom kanaalinzet en de regie die op kanaal komt. En dat veel belangrijker want is. Want de wijze waarop jij probeert te beïnvloeden, en dat gebeurt in alle strategieën, vindt er een zekere vorm van beïnvloeding plaats. Terwijl de omnichannel beïnvloeding echt op het gedrag. Je moet echt goed nadenken van welk gedrag probeer ik eigenlijk te beïnvloeden. Is dat koopgedrag, wat het bedrijfsleven doorgaans doet? Of gaat het om mensen helpen een nieuwe baan te vinden? Dan heb je een hele andere vormgevings- en inrichtingsvraagstuk die je moet oplossen. Dus daar moet je je wel bewust van zijn. En dat gezegd hebbende, ik wil naar een afronding toe. Ik moet naar een afronding toe. Het is net niet anders. Ja. Volgens mij kunnen we uren doorpraten over het belang van een kanaalstrategie. En ik denk wel dat dat aangeeft, we zijn er als community nog niet helemaal uit
hoe dat nou precies werkt. Maar wat we wel weten is dat de kanaalstrategie misschien wel eens een ondergeschoven kindje zou kunnen zijn in het strategisch denken van de overheid. Kortom, er zou meer strategisch nagedacht moeten gaan worden over de kanalen. En daar zijn per het mini-college van professor Dr. Wolfgang Ebbers verschillende varianten in. En wat we ook geleerd hebben is dat dit ook een onderwerp is wat heel erg speelt binnen de community van Gebruikers Centraal. En als u daar meer, als jullie daar meer over willen weten, nodig ik je ook graag uit om mee te doen met die community. En te gaan kijken op gebruikerscentraal.nl om daar alles te vinden over wat er gebeurt in Omnichannel Land. En daar is ook veel aanvullende informatie te vinden met links bijvoorbeeld ook naar het werk van professor Dr. Wolfgang Ebbers. Dat gezegd hebbende, dit is alweer het einde van deze podcast Omnichannel in verbinding, waarbij we het vandaag gehad hebben over de kanaalstrategie. Dank Liesbeth, dank Wolfgang. En dank jullie ook voor het kijken, dan wel meeluisteren. Ik hoop jullie graag terug te zien bij een volgende aflevering van Omnichannel in verbinding. Wil je meer weten? Heb je vragen of feedback? Kijk op gebruikerscentraal.nl. En voor nu een hele fijne dag toegewenst.